Het noodweer van gisteravond en vannacht heeft voor weinig problemen gezorgd in onze regio. Het concert van Bluff bij Paleis Hoesdijk werd even stilgelegd tijdens een bui. En in woningen in Wijk bij Duurstede en hier in Meidrecht sloeg de bliksem in. Maar de schade viel in beide gevallen mee en niemand raakte gewond. In Nieuwegein is een schuur op de Geinoord afgebrand. De politie onderzoekt nog of dat door de bliksem of iets anders is veroorzaakt. We zijn weer een stapje dichter bij een duurzaam energiepark in Polder Rijnenburg tussen Utrecht en Nieuwegein. De Utrechtse gemeenteraad besloot gisteren meerdere scenario's voor zo'n park te onderzoeken. Zowel plannen met als zonder windmolens worden uitgewerkt. En bedrijven en inwoners mogen meedenken. In aangrenzende woonwijken is veel verzet tegen de bouw van torenhoge windmolens in het gebied. En ook de bitterballenaffaire trok veel belangstelling in de Utrechtse raad. De VVD wil geen kwotum voor vegetarische hapjes op gemeentebijeenkomsten en kwam met een tegenvoorstel. Maar dat werd weggestemd door de rest van de raad. Al ging het stemmen niet bij iedereen even soepel. Mevrouw Uringa. Ik had een wortel. Er zit geen vlees in. Is dat voor of tegen? Tegen. Heerlijk, hè? Stralend weer, hè? Zo. In Linschoten komt vandaag een einde aan een lange traditie. Voor de laatste keer logeren de oudste kleuters van de Prins Klausschool op de boerderij van boer en boerin Vlooswijk. 36 jaar lang was het vaste prik, maar ze worden een dagje ouder en gaan langzaam maar zeker de boerderij opdoeken. Klein beetje jammer. Maar ja, de tijd gaat door, dus ik ben de jongste niet meer. En misschien zijn er volgend jaar geen beesten meer. Daar houdt het gewoon een keer op. In de stad Utrecht worden vanaf vandaag weer 3 gezellige buurtcampings opgezet. De initiatiefnemers willen daarmee het contact tussen de bewoners verbeteren en de saamhorigheid in de wijk vergroten. Zeker 150 mensen hebben al een plekje gereserveerd. En ook in de Nieuwegeinse wijk Galekop is dit jaar voor het eerst een buurtcamping. De 6-jarige Tijn, bekend van zijn nagellakactie, is overleden. Hij leed aan hersenstamkanker. Om geld in te zamelen voor de bestrijding van deze ziekte, lakte hij nagels. Ook in onze regio zetten veel mensen zich in voor het goede doel van Tijn. Zo liet de Utrechtse burgemeester Van Zanen zijn nagels lakken op Utrecht Centraal. Gisteren werd bekend dat zijn doel om 1 miljoen euro op te halen is bereikt. En dan nog het weer. Er is af en toe zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt rond de 25 graden. Tijdens de avond en nacht is het wisselend bewolkt en het koelt af tot de 15 graden. Tot zover. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op rtvutrecht.nl.